Jessica Mantoni, waar zit Jessica Mantoni? Hallo. Ja. Jij hebt ons een mooie mail gestuurd over nieuwe aandacht voor iets. Vertel. Ja, eigenlijk zijn wij sinds kort met een project begonnen. En dat project, het is de bedoeling om de taboe rond alopecia te doorbreken. En wat is alopecia? Ja. Wat is alopecia? Dat is eigenlijk... Je kunt het ook laten zien. Ja, oh wel, voilà. Voilà, dat is alopecia. Het is haaruitval? Ja, haaruitval. En dat kan plaatselijk zijn of over het hele lichaam. En ik heb dus de universalis. Het over het hele lichaam? Ja. Ik heb je hebt helemaal niks? Nee, helemaal niks. Ook geen onder je oksels niet? Nee. Ook niet rond het geheime tunneltje van de liefde? Ook niet. En ook niet je haar op je benen? Dat is wel lekker. Dan hoef je er niet te harsen. Dat is super, ja. En geen haar op je tanden, alleen een beugel in je mond? Ja. Fantastisch. Daar heb ik meer complex over dan over mijn haar. Maar vertel even, word je wel eens nagescholden of toegeroepen? Ja, eigenlijk vanaf het lager onderwijs, ik heb het sinds mijn 11 jaar, ben ik altijd gepest geweest eigenlijk. Ja, ik was een makkelijk slachtoffer. Had je het al? Ja, ik heb het al sinds mijn 11 jaar. Opeens viel het uit. Ja, het is eigenlijk heel plots, ja. Op een maand of twee tijd was ik al mijn haar kwijt. En wat riepen ze je dan toe? Wat zeiden ze dan tegen je? Ja, ik droeg dan een haarwerk. En dan, ja, ik zeg altijd haarwerk omdat pruik mij doet denken aan carnaval. En dan riepen ze gewoon van de andere kant van de straat pruik en kale. En ja, en er gingen ook heel gekke verhalen rond. Ik heb echt de ergste ziektes al gehad. Ja, omdat ze denken misschien gewoon chemotherapie of... Ja. En wat wil je nu eigenlijk, het project? Wat behelst het project? Ja, we hebben vorig jaar al een kalender gemaakt rond kale vrouwen. Die hebben we dan verkocht. En de opbrengst daarvan is naar de oncologieafdeling in Tongeren gegaan. En voor de rest wil ik nu zelf ook wel iets ondernemen. Ik wil geen zelfhulpgroep, want dat vind ik soms zo'n beetje... dat klinkt zo zielig. Maar ik wil gewoon die mensen nog eens van... kom aan, we moeten er niet... voor onderdoen eigenlijk. Hè? Want weet je hoeveel mensen in Vlaanderen deze ziekte hebben? Veel, toch? Ik weet niet het exacte cijfer, maar toch veel. En loop je ook vaak zo kaal over straat? Nee, niet zo vaak. Het staat je heel mooi. Dat wordt mij nogal gezegd. Ja. Ik kan me voorstellen dat het misschien 5 jaar geleden raar was. Ik zie wel vaak een vrouw met heel kort haar. Het begint een beetje te komen, ja. Ja. Mensen die het toch ervoor gaan. Als je zo loopt, kan je naast me staan. Dat is mijn zus. Dat zou toch zijn, ja. Je moet maar kiezen. Of voor de rest van je leven als zusje de leeuw door het leven te gaan. Nee, maar het ziet er fantastisch uit. Je hebt nu aandacht ook besteed. We gaan het ook op onze site zetten, meer informatie. En ook op ons Facebook kunt u ook vinden. Facebook.com/Manneke Paul kunt u meer informatie vinden. Of u kunt lid worden van onze Facebook-pagina. Je ziet er fantastisch uit. Dank u. En heel fijn. Je wil nog iets zeggen? Ja, we gaan binnenkort ook een blog opstarten. Dat is nog niet helemaal rond. Maar vanaf januari. En dan zal ik wel iets laten weten, ook aan u. Hè. Dan laten we het ook, op de site gaan. Dan kunnen jullie mijn leven een beetje volgen. Al die gekke dingen die ik meemaak. Nou, je ziet er prachtig uit. En heel erg leuk dat je het even wilde komen vertellen. Dank je wel.